zeilen te maken. Ik trok met die jongens de bergen in, kwam er in de bossen en leuke toeren maken. Dat was altijd wel heel leuk. En op een gegeven moment kwam ik met het systeem van we moeten natuurlijk gaan bouwen in hout. En hadden ook nog contacten met Oostrijk, met een firma die ook zoiets deed in die richting, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Toen moest ik dat zelf gaan doen. We hadden inmiddels een opdracht gekregen om die zorgboerderij te bouwen, maar dat had 2 jaar geduurd voordat het bestemmingsplan gewijzigd is. En de firma Oostrijk deed, die deed het anders dan wij, dus die systeem die staat, die doet met een balk in het midden.